En alweer 9 maanden later. Ik doop u de ruiter en wens u een behouden pijn. En de Ruiter, zo werden deze moderne schepen genoemd. Michiel Adriaansson de Ruiter en Maarten Hartertsson Tromp. Grote namen uit het maritiem verleden van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. Die hadden deze bevelhebbers opdracht gegeven de zeeën schoon te vegen van vijanden en roversgespuis. Om die taak te kunnen uitvoeren, moesten zij beschikken over het juiste scheepstype. Dat werd het fregat. En dit is dan het modernste type van het fregat, aangepast aan de eisen van nu. De taken die schip en bemanning moeten volbrengen zijn: bescherming van konvooien en vlootverbanden tegen luchtaanvallen en tegen acties van oppervlaktestrijdkrachten, opsporen, bestrijden van onderzeeboten, als vlaggenschip dienst kunnen doen, verrichten van politiediensten in het kader van de Verenigde Naties, verlenen van hulp bij rampen. De oervorm van het fregat is het Byzantijnse scheepstype in het Middellandse zeegebied bij de overgang van de 16e naar de 17e eeuw. De voortstuwen gebeurde door de wind en als de weergoden niet welgezind waren, door mankracht. De Duinkerker kapers kwamen met zo'n klein jacht of fregat. Het was snel en zeer wendbaar. Dit type werd het voorbeeld voor het latere oorlogsfregat in West-Europa. Een fregat uit omstreeks 1660. In die tijd had zo'n schip nog weinig opbouw. Plus minus 1700. De meeste fregatten hadden 1 laag geschut, soms aangevuld met kanons of bak en campagne. Vorm en bouw waren in de eerste plaats gericht op snelheid. Het gaat steeds weer om het defensieve antwoord op nieuwe offensieve methoden van de vijand, zijn bewapening en zijn tactiek. Door toevoeging van de stoommachine was het fregat minder afhankelijk van de wind. Naast optische middelen deed in 1911 de radio zijn intrede. Dit verhoogde de operatiesnelheid. Met de Van Spijk-klasse ontstaat het hedendaags fregat. Bewapening en aandrijving hebben veel veranderingen ondergaan. De snelheid wordt groter. Radar wordt toegevoegd. Elektronica gaat een grote rol spelen. Het ontdekken op grote afstand van doelen op het water, in de lucht, als ook onder water, wordt belangrijk. Het is een lange weg van tekentafel naar koffert. Nieuwe technieken die beantwoorden aan de eisen die de marine stelt, worden in de scheepsbouw toegepast. Metingen aan het model van de romp vinden plaats in een vacuüm sleeptank.
Met wetenschappelijke methodes wordt het optimale rendement van de scheepsvorm bepaald. Enorme voordelen te hebben. Er hoeft niet meer in weer en wind gewerkt te worden. De planning kan beter worden aangehouden. En er is meer continuïteit, met als uiteindelijk resultaat een hoger kwaliteitsniveau. Hier wordt de tromp naar de afbouwkade verhaald. Snijmachines, gestuurd door een computer, maken de delen voor de secties stuurboord en bakboord in één handeling. In andere werkplaatsen van de Schelde werken vaklui aan de gigantische legpuzzels. Een kielsectie in wording. Zelfs meer dan 2 of 3 schepen kunnen op deze wijze tegelijkertijd in de bouwdokken en op de hellingen overdekt worden gebouwd. De voortstuwingsinstallatie wordt ook in de bouwloods langdurig getest. Specialistenwerk. Deksectie wordt geplaatst. Precisiewerk, ook bij dergelijke afmetingen en gewicht. Een eigen lichtmetaalafdeling op de werf levert het benodigde profielwerk en het meubilair voor de hele inrichting. Winkel van kilometers lange kabels. Toeleverende industrieën moet een zorgvuldig opgestelde planning worden aangehouden.
Alleen dan bestaat de garantie dat apparatuur, zoals hier de 3D radarantenne, op de juiste tijd wordt gemonteerd. Geschiet in serie, eveneens in bouwdokken en op hellingen die overdekt zijn. Een specialiteit van deze werven. Een geleide wapenfregat verlaat de werf voor zijn eerste proefvaart. Thank you.
maanden geleden heerste hier nog een onoverzichtelijke toestand. Maar nu is de comfortabele inrichting van de bemanningsverblijven goed zichtbaar geworden. Deze commandant thans het schip in dienst te stellen. Schip en uitrusting voldoen aan de gestelde eisen. De elektronische instrumenten van besturing en navigatie moeten op hun betrouwbaarheid getest worden. Ja, die hebben we al goed afgeleid. Goed op beeld, meneer. Dank u wel. Gasturbines leveren het vermogen voor de voortstuwen. Systemen, waarvan een groot gedeelte elektronisch bestuurd wordt, ondergaan een uitgebreide test. Thank you.
Hollanders. Zeevaarders uit noodzaak, of als u dat liever wilt, bij de gratie gods, hebben van ouds geweten hoe zij hun handelsroutes moesten beschermen. Zij bouwden daartoe de beste schepen die er te maken waren. De Koninklijke Maatschappij de Schelde en andere werven van de RSV zetten deze traditie voort.